tastbaarheid. Ons reptiele brein wordt geprikkeld door tastbaarheid. Dus we willen het idee hebben dat we iets kunnen aanraken. We willen het eigenlijk kunnen voelen. En dat is in een winkel is dat natuurlijk veel makkelijker dan in een webshop. In de webshop zit je naar een scherm te kijken. Maar je ziet het hier bijvoorbeeld bij het Emma-matras, dat zij dat al een beetje hebben gedaan door zo'n matras te ontleden en je aan te geven van hoe voelt zoiets nou precies. Dat doet al een beetje extra. Ik heb het bijvoorbeeld ook gedaan laatst met mijn boek, door een foto te maken waar ik letterlijk het boek vasthoud. Want ik kan ook een hele mooie glanzende driedimensionale cover laten ontwerpen. Maar daarvan weet je enerzijds niet zeker of een bezoeker weet dat het een echt boek is of een e-book. En ik heb jarenlang gratis e-books weggegeven, dus dan is het ook wel goed om een beetje onderscheid te maken. Maar puur alleen door het vast te houden, treden die spiegelneuronen op bij bezoekers. Spiegelneuronen laten eigenlijk emotie voelen die je ziet. Dus net als dat je als je een soapserie zit te kijken, je voelt een plaatsvervangende emotie van hetgene wat er op het scherm gebeurt. Dat zijn je spiegelneuronen die dat doen. Het zit hem ook in die tastbaarheid. We hebben dat ook gedaan, bijvoorbeeld op de sales page, hele kleine wijziging. We hadden in onze webdesigns hadden we altijd mooie testimonial velden. Dus als iemand dan iets positiefs schrijft, bijvoorbeeld jullie morgen op het evaluatieformulier, ik noem maar even iets, stel dat je het een leuk seminar vindt, laten we daarvan uitgaan. En je zou iets positiefs schrijven, dan konden wij dat op kantoor gaan overtypen. En dan plaatsen we dat in een heel mooi gedesigned testimonial veld. Maar wat we nu hebben gedaan, is dat we gewoon screenshots hebben gemaakt van Facebook, of van Managementboek, of van bol.com. En die plaatjes erop hebben geplakt. Dat is misschien SEO-technisch minder interessant, omdat Google die teksten dan niet meer kan lezen. Maar het is veel meer tastbaar voor mensen. Omdat ze dat herkennen van de grote platformen waar ze zelf ook op zitten, zoals Facebook of bol.com of Managementboek. En ook dat verhoogt alweer de conversie, tastbaarheid. Ander mooi voorbeeld, de webshop van een goede vriend van mij, Damian, bureaustoel-expert. Hij verkoopt bureaustoelen, om het zo maar aan te geven. Heel simpel principe, hij heeft ook precies dat gedaan. Wat is de top van de piramide? Dus hij maakt een hele webshop eigenlijk voor één product. Bureaustoel Expert zegt precies waar het over gaat. En hij maakt ook heel duidelijk op die website dat als je een budgetbureaustoel zoekt of je zoekt een alles-in-één bureaustoel, dan moet je daar niet zijn. Het is met name voor de mensen die heel bewust op zoek zijn naar echt een goede arbotechnische bureaustoel. Daar begint het eigenlijk al mee. Vervolgens heeft hij alle afleiding geëlimineerd en heeft hij een hele clean checkout gemaakt. De conversie was hier al heel hoog, maar toch heeft hij nu een 360 graden foto toegevoegd. Dus hij had al heel veel foto's, wat al heel veel tastbaarheid gaf. Maar het enige wat hij heeft gedaan is een dag in de studio al die producten even zo gefotografeerd dat je zelf dus eromheen kan spinnen. Dus je kan zelf alle hoeken bekijken. In principe zie je niks meer dan die andere foto's, maar simpelweg omdat je het zelf kan doen, geeft het wat tastbaarheid. En dan had ik hem gisteren nog even geappt. Heb je een indicatie van hoe hoog de conversie steeg? 26% gemiddeld. Puur en alleen door dat element, hè? Door dat ene kleine stukje. 26% meer verkopen, puur en alleen door 360 graden foto's. Bizar. Wat ik ook tegen hem zei. Tastbaarheid is bijna hetzelfde als contrast. Niet bijna hetzelfde, het is een van de andere prikkels, maar het ligt in het verlengde van elkaar. Ook contrast kan je gebruiken om de aandacht te grijpen. Dat kan dan in kleurcontrast zitten, in je webdesign, door alles in dezelfde kleur te maken, behalve datgene waarvan jij wil dat mensen ernaar kijken. En dat zien we bijvoorbeeld ook op een van mijn landingspagina's. Ik heb hem even geblurred. Dit is een aanmeldpagina voor een webinar. Ondanks dat je niks kan lezen, kun je wel zien waar je eigenlijk zou moeten kijken. En dat is eigenlijk de test die je wil doen bij een landingspagina. Als iemand binnenkomt op één scherm, is datgene waarvan jij het liefste wil dat mensen daar kijken of dat ze daar klikken, valt dat ook daadwerkelijk als zodanig op? Nou, dat zie je hier met de grote call to action button, dat die toch wel redelijk duidelijk is. Nou, contrast is een van de principes waar ik ietsje dieper op in wil gaan. Want ik denk dat het een van de krachtigste technieken is op dit moment om een emotie los te maken. We doen contrast in kleuren. Ik heb ook wel eens laten zien op onze videopagina's dat als we mensen om iets vragen, dat we een stukje overlapping gebruiken. Dus hier kom je op de IMU op de videopagina. In eerste instantie hebben we al alle afleiding weggehaald door gewoon te luisteren naar een bezoeker van oké, deze bezoeker wil video's kijken. Dus als die dan op de videopagina klikt, dan gaan we ook alle andere dingen weghalen. Dus er is geen zijbalk meer, er zijn geen verwijzingen meer naar andere dingen, afgezien van het menu bovenaan. En het is alleen maar een lange pagina met video's. En je blijft ook op die pagina om video's te kijken. En dat heeft een aantal voordelen. Het zorgt ervoor dat mensen sowieso meer video's kijken. Zorgt ervoor dat mensen langer naar video's kijken, omdat ze niet afgeleid zijn.
waardoor we ook beter gaan scoren in Google of in YouTube met onze video's, omdat ze meer views krijgen en beter bekeken worden. Zorgt er ook voor dat we een betere band met mensen opbouwen, omdat ze meer minuten kijken. En we laten zo'n post-itje in beeld vliegen na een paar seconden. En dus zodra een pagina helemaal geladen is en een bezoeker is tot rust, dan pas na 3 seconden komt er een dingetje in beeld vliegen. Omdat het beweegt, pakt het de aandacht. Maar ook omdat het overlappend is, het ligt hier overheen, is het contrasterend. Had het precies in het design gepast, dan zou het niet zo opvallen. Het is eigenlijk contrasteren om te bestaan. Alles is contrast. Als iets geen contrast heeft, dan zie je het niet. Dus dan bestaat het eigenlijk niet. Als alles hier in de zaal exact dezelfde kleur zou hebben, dan zouden we elkaar ook niet kunnen zien. Dus contrast geeft een bestaansrecht. Dat gaat zowel in kleuren als in andere elementen. Mooi voorbeeldje. Je kan door contrast kan je ook mensen iets anders laten vinden. Mooi onderzoekje. Amerikaanse wetenschappers hebben een tijdje geleden een onderzoek gedaan onder 2 groepen vrouwen. Die hebben ze formulieren voorgelegd, formulier A en formulier B, met daarop 2 gezichten met de vraag wie vind je het meest aantrekkelijk? Of beter gezegd, met wie zou je op een date gaan? Nou, bleek bij deze formulieren, die zijn overigens hetzelfde, dat er niet zo heel veel verschil was tussen groep A en groep B. Toen hebben ze bij groep A hebben ze formulieren toegevoegd bij de controlegroep met een extra Jerry en bij de andere groep een extra Tom. Maar met een enigszins vervormde Tom en een enigszins vervormde Jerry. Toen bleek dat de groep die formulier A had gekeken, koos massaal voor Jerry. En de andere koos massaal voor Tom. Dus het principe van contrast is op het moment dat je ergens een minder goede variant naast zet, dan wordt deze door contrast beter. Dus je kiest eigenlijk de upgrade hiervan. Dus als je op stap gaat, kan je het best op stap gaan met iemand die er net zo uitziet als jij, maar dan net iets minder goed. Nou heb ik 4 broers. Die zitten bijna allemaal in de zaal. Maar dan weet ik niet met wie ik best op stap kan gaan. Of misschien beter niet met een van hen, maar gewoon met heel iemand anders. Maar dat is interessant. Dus door er een minder goede variant bij te zetten, krijg je een soort van decoy effect. Een afleidingsaanbod. We hebben dat ook gedaan een tijdje geleden in een webshop waar we LED-lampen verkochten. Zogenaamde AppLight. AppLight waren lampen, de voorloper van Philips Hue. Philips was het toen ook al wel. Alleen Philips verkocht het nog niet zo, want ze waren nog aan het ontwikkelen. Dus wat doen wij? We gaan kijken of China niet al lang een kopie heeft gemaakt dat veel goedkoper is. Dus zo gezegd, zo gedaan. We importeren de Chinese variant waar je een pakket kon kopen. We noemden dat AppLight Basis of AppLight Start in het begin. Waar je gewoon de appcontroller koopt, eigenlijk het hele installatiepakket met 3 lampen. En toen bleek dat niemand in de webshop, naast dat pakket met 3 lampen, niemand klikte in de webshop door naar de sectie waar ze losse lampen konden toevoegen. Dus niemand kocht een 4e of een 5e lamp. Toen hebben we daarna AppLight Middle en AppLight Voordeel toegevoegd. Dat is al wel een redelijk suggererende benaming van welke je zou moeten kiezen. En we hebben psychologische prijzen toegevoegd. Van 167 naar een rond getal precies op de 200, naar 227. En dat is ons decoy effect. Want door deze erbij te zetten, omdat dit eigenlijk zo'n slechte deal is, sterker nog, als je deze zou kopen plus 1 extra lamp, ben je goedkoper uit dan wanneer je een pakket met 4 lampen koopt. Dus of mensen nou uit gaan rekenen of niet, dit voelt meteen minder interessant. En juist omdat dit zo'n slecht aanbod is, lijkt dit zo'n goed aanbod. En nadat we dit hadden gedaan, ging letterlijk alle sales die we hierna hebben gemaakt, kochten AppLight Voordeel. Dus ineens had iedereen wel 5 lampen nodig, terwijl ze daarvoor maar 3 lampen nodig hadden. Dus je kan iets aantrekkelijker maken door er een afleidingsaanbod naast te zetten. En het zijn 2 dingen die je eruit wil halen. Is enerzijds, als je iets aanbiedt online en je hebt meerdere opties, bijvoorbeeld een pricing table of verschillende producten, probeer ze dan niet allemaal aantrekkelijk te maken, want dan krijg je keuzestress. Dus zorg ervoor dat mensen heel duidelijk het verschil kunnen zien tussen de ene en de ander, anders gaat je conversie omlaag. Maar is het lastiger, zet er dan 1 aanbod tussen wat niet zo aantrekkelijk is, zodat je zeker weet dat mensen het aanbod gaan kiezen wat jij wil dat ze kiezen. Ik merkte het ook, het contrast, hoe belangrijk het eigenlijk was, toen ik vorige week of 2 weken geleden een videootje online zette. Ik was op Bonaire en ik had met Martijn contact over van, ja, we moeten eigenlijk nog even iets meer over het event doen, hè, want we moeten nog wat stoelen vullen. Zou je een videootje willen maken? Dus ik had een videootje opgenomen, een beetje tegen mijn zin in, want ik was op vakantie. En toen keek ik het achteraf terug en denk ik, ja,
dit is niet echt wat. Ik kijk tegen de zon in en er is best wel veel wind, dus je hoort het niet zo goed. En zo had ik nog tientallen andere dingen van, het is niet echt een professionele video. Maar gelukkig ging het daarna nog harder waaien en gingen de drankjes inmiddels los, dat ik dacht van, ik kan in ieder geval niet nog een video maken. Dus hebben we maar gewoon online gezet. En zeker ook op LinkedIn, 13.000 weergaven. We hebben opgeteld, we hebben echt honderden reacties gekregen over de verschillende platformen op deze video. En allemaal extreem enthousiast. Enerzijds ook wel omdat je wat kon winnen. Maar iedereen werd een beetje geraakt door de video, merkte ik. Ik merkte dat heel veel mensen er ook iets persoonlijks over zeiden. Terwijl ik eigenlijk dacht van, hij is eigenlijk niet strak genoeg. Hij is niet goed genoeg. En dat is iets wat ik eigenlijk wel weet, maar wat ik me toen weer besefte, is ja, zonder wrijving geen glans. Als iets te perfect is, dan werkt het niet, dan slaat het niet aan. Hè? Iets moet een beetje wrijving hebben om glans te krijgen. Hè? Als iets niet perfect is, dan wordt het juist tastbaar. Nou is het voor mij heel moeilijk om niet perfect te zijn. Dat is een grapje, hè? Mogen jullie hem lachen? Maar dat is wel een inzicht, hè? Dat is iets wat je wel wil gebruiken. Sowieso dat het je niet tegen moet houden om iets online te zetten, hè? Maar dat je ook juist niet in een professionele studio wil gaan staan om allemaal superstrakke dezelfde video's op te nemen, maar dat het juist een stukje emotie geeft op het moment dat je dat niet doet. Wie kijkt wel eens naar de Big Bang? Okay. Nou, er zit één kenmerkende scène in van Sheldon, die nogal obsessief is in het afronden van taken. Dus hij moet ook altijd 3 keer aankloppen. En misschien zullen we allemaal wel dat soort obsessief gedrag herkennen. Heb je van jullie herkend bijvoorbeeld dat als je een kamer uitloopt thuis, ondanks dat de lamp stuk is, dat je toch als je naar buiten loopt op het lichtknopje drukt. En als je naar binnen loopt dat je weer op het lichtknopje drukt. Nou, dat soort dingen. Wie moet er ook altijd bijvoorbeeld een even aantal keer op de knop drukken bij het stoplicht voordat je overgaat? Ben ik alleen dat? Oké. Nee, dat ben alleen ik. Nee, maar we hebben allemaal een beetje dat compulsieve. Hè? Mensen hebben allemaal van de neiging, van nature de neiging tot consistentie. Hè? Mensen houden niet van onafgeronde taken. En er is een interessant onderzoek geweest een tijdje geleden door Bluma Zeigarnik. En dat hebben ze omgedoopt tot het Zeigarnik-effect. Zij onderzocht van hoe kan het nou dat mensen die in de bediening werken, mensen in de horeca, obers, dat zij van alle tafels die ze bediend hebben, die nog niet hebben afgerekend, dat ze precies weten wat die mensen besteld hebben, tot het moment dat ze hebben afgerekend en dan lijken ze het glad vergeten te zijn. Ja, dat is iets in de horeca. En dat noemen ze het Zeigarnik effect. Het betekent dat het menselijk brein kan niet goed omgaan met onafgeronde taken. Dus als we een onafgeronde taak hebben, dan zijn we alerter, dan zijn we scherper. En zodra het is afgerond, dan komen we eigenlijk weer tot rust. En die verhoogde activiteit, die scherpte, die wil je eigenlijk ook online gebruiken. Wij merkten dat bijvoorbeeld met zogenaamde two-step conversions. Dus hier zie je een aanmeldpagina voor een webinar. Op het moment dat mensen op gratis aanmelden klikken, dan komt er een pop-upje waar letterlijk staat, je bent er bijna, je bent al op de helft. Dus daar bevestigen we eigenlijk even die consistentie. Want wie A zegt, wil ook B zeggen. En dan pas vragen we om de gegevens. En je zou denken, conversietechnisch wordt vaak gezegd, hoeveel te minder kliks, hoeveel te beter. Dus als we meteen dat formulier daar neer hadden gezet, dan was dat beter geweest. Maar dat is uiteindelijk niet het geval, want op het moment dat mensen klikken op gratis aanmelden, dan geven ze daarmee een micro-commitment af. Dus op een heel klein niveau geven ze een kleine commitment af. En omdat mensen graag consistent willen zijn in wat ze eerder hebben gedaan, zijn ze ook eerder geneigd om zich aan te melden. Geeft een enorme, enorme conversieboost en neemt ook nog eens veel minder ruimte in op je pagina. Dus, wat wil je? Ik noem het microwave marketing. Je wil eigenlijk kleine micro-interacties hebben. Dus hele kleine micro-interacties om iemand op te warmen. Laten we het zo maar noemen. Dus magnetron marketing. Micro-interacties om mensen op te warmen. En dat begint eigenlijk al bijvoorbeeld op social media. Dus dan gaan we even wat uitzoomen van die sales engine, hè, als je dat salesproces klaar hebt staan. We weten dat het merendeel van de bezoekers wat voor het allereerst op je website komt, dat die niet meteen geneigd zijn om je product aan te schaffen. Dus daar hoort een stukje voorspel bij, hè, om het zo maar te noemen. Hebben we dat hier, de voorspel. En social media leent zich perfect voor voorspel. Zonder voorspel geen climax, om het zo maar te noemen. Dus je doel is ook niet zozeer om te verkopen op social media. Je bedoeling is om eigenlijk een connectie op te bouwen met mensen. Het is ook social media.
Dus je gaat een connectie met mensen aan en daarmee is het voorspel. Hè. Dat is bijvoorbeeld met video's. Hè. Hoeveel te vaker iemand iets ziet, des te sterker die band wordt. Hè. We noemen dat de attentional bias. Hè. Hoeveel te vaker we iets hebben gezien, des te meer we ons ermee verbonden voelen en des te serieuzer we het nemen. En je kan het ook vertalen als bekend maakt bemind. Hè, dus dat wat we vaker zien, daar gaan we meer van houden. En nou hebben jullie regelmatig wat video's van mij gezien, volgens mij. Wie kijkt er regelmatig een videootje van mij? Kijk, dus jullie hebben mij vaak gezien. Dus het is een dikke kans, mensen die net de hand opstaken, dat jullie best wel van mij houden. Toch? Ik hoor maar één. Jammer. Toch bedankt, man. Ja. Nou is het ook zo, psychologisch gezien, dat we pas ergens van gaan houden op het moment dat we ons realiseren dat we het kwijt kunnen raken. Dus realiseer dat. Nee, bekend maakt bemind. Dus wat je eigenlijk doet met social media is hè, dus de onderkant van die ijsberg. Weet je, je raakt het onder bewustzijn van mensen en je bouwt aan een band. Door hele kleine mini-stapjes te zetten, bouw je eigenlijk aan het voorspel of voordat je überhaupt mensen naar die salesmachine gaat sturen hè, of naar je product. Nou, dit heb ik lekker gebouwd, zie ik nu. Hop. Maakt er niet uit. Ik wou zeggen, Instagram is daar ideaal voor, maar ik zat te zoeken online naar mooie voorbeelden. Toen zag ik ineens onze eigen advertentie voorbij komen. Dus ik zat op mijn Instagram te swipen en toen kwam ineens Martijn voorbij met ga ons volgen. En dan zei hij swipe up voor meer informatie. En ik zat te kijken en dacht, nou ja, ik denk wel dat het werkt. Ja. Ik vind het altijd mooi, want ik zoek in mijn presentatie altijd wel een manier om Martijn een beetje voor lul te zetten. Maar dat kan die prima zelf. Sorry, Martijn. Nee, ik vond het wel leuk. Maar weet je, Instagram Stories leent zich daar perfect voor. Net zoals dat Facebook dat doet, of LinkedIn. Dus maar net wat voor social media platform er bij jou past en wat je wilt delen. Maar merken eigenlijk dat het principe van stories, hè, dus dat je heel snel even kort een impressie deelt, dat heeft een aantal voordelen dat het ad niet te perfect is en dat het vaak geen zakelijke boodschap is, maar het is puur en alleen bedoeld om eigenlijk die spier te trainen, die connectiespier. Hè, om een beetje met die micro-interacties, op een gegeven moment of je nou wil of niet, je wordt een beetje meegezogen in iemands leven, waardoor je veel vriendschappelijker naar iemand kan kijken dan als klant-verkoper. Dan ontstaat een bepaalde connectie al ver voordat je überhaupt gaat kijken naar wat is nou eigenlijk mijn product. Nou, social media krijgen jullie natuurlijk in dit evenement nog een aantal tips over, dus daar ga ik niet te diep op in. En dat is wel belangrijk in de opbouw van dit verhaal. Iets anders wat je kan doen als het gaat om consistentie is, wat ik laatst heb gedaan, een soort van pre-pitch. Hè. Ik gaf een voorbeeld van, hè, als je wel eens webinars geeft, of anders kun je het misschien op een andere plek in je marketing gebruiken. Een tijdje geleden deed ik een webinar waar vanuit Huddle, onze community software. En ik had een verhaal verteld in eerste instantie puur informatief over de deeleconomie. Hè, hoe je met je eigen kennis een informatieproduct kan maken en hoe je daarmee een community kan starten. En een e-learning omgeving. En daar had ik iets van 10 voorbeelden van laten zien van ondernemers die dat allemaal doen. En toen vroeg ik aan iedereen die online was, en we hadden de chat al publiek gezet, dus als je iets typte dan kon je dat zien van elkaar. Toen vroeg ik gewoon aan alle luisteraars van, weet je, deel anders even waar jij een Huddle mee zou willen opzetten. Waar ik ook niet eens echt goed over nagedacht, maar zoiets van, hè, deel anders even waar jij mensen mee zou kunnen helpen, wat jij in een Huddle zou kunnen passen. En toen kwamen er echt iets van 100, 200 reacties binnen van mensen die allemaal voorbeelden delen van afvallen, ontstressen, meditatie, massages, mediteren zei ik al, zeg maar, piano spelen, allemaal van dat soort dingen. En daarmee ontstond er echt een hele leuke reuring in de groep, dat iedereen daar ineens heel erg mee bezig was. En dat was natuurlijk fijn om dat enthousiasme te hebben, maar tegelijkertijd was het ook per ongeluk eigenlijk een soort van pre-pitch. Want wat je ziet is dat je mensen eigenlijk al de beslissing laat nemen dat ze al met het product gaan starten, nog voordat de feitelijke verkooppitch is gedaan. Dus voordat mensen weten dat er een aanbod komt, nog voordat ze weten wat het kost, of voordat ze überhaupt weten dat er iets gepitcht gaat worden, hebben ze het product eigenlijk al gekocht. En dat niet alleen in hun hoofd, ze hebben het zelfs letterlijk bevestigd. En naar elkaar. Dus wat we daar zien is het zogenaamde bandwagon effect. Dat er komt een truck voorbij rijden met een band erop en iedereen loopt daar achteraan. Dat wat iedereen doet, dat voelt vaak heel natuurlijk om dat ook te gaan doen. Als je mensen 100% de vrije keuze geeft, dan doen we vaak datgene wat alle anderen ook doen.
Dat is heel commercieel, maar dit was een progelijke. Maar het werkte wel ontzettend goed, want de conversie aan het einde van het webinar was uiteindelijk veel hoger. Nog iets wat wij doen, is direct na de opt-in een stukje consistentie. Hè, laten mensen ook doorstappen. Dus op het moment dat een bezoeker op een website komt, dan is hij een simpele bezoeker. En dat is eigenlijk nog minder interessant voor ons. Zodra iemand zich aanmeldt op de mailinglijst, dan wordt hij van bezoeker, gaat hij al naar lead. En wat we dan vervolgens doen, is dat we van die lead meteen een betalende klant willen maken. En dat doen we met een zogenaamde self-liquidating offer. He, door meteen een aanbod te tonen waar mensen een uur de tijd hebben om het te claimen. Een buitenkansje wat je meteen mee kan nemen. En natuurlijk doet niet iedereen dat, maar een percentage wel. En daarmee dekken we onze advertentiekosten. He, vandaar self-liquidating. En tegelijkertijd zetten we ook leads om in betalende klanten. En het is veel makkelijker om een verkoop te maken aan iemand die ooit al iets bij jou heeft gekocht. Dan dat je iemand die nog niks heeft gekocht een dure product moet gaan verkopen. En dus heb je een wat duurder product, probeer mensen dan eerst iets simpels te verkopen. Het kan letterlijk zoiets simpels zijn als je een e-book weggeeft, dat je op de bedankpagina zegt van hey, je hebt een e-book gratis, wil je anders ook een uitgeprinte versie ontvangen? Je zou het letterlijk met print on demand zou je het kunnen doen, of goedkoop inkopen dat je zegt van nou, je krijgt het gratis, je betaalt alleen de verzendkosten van bijvoorbeeld €4,95. Maar niet om de omzet, maar puur en alleen door mensen een hele kleine transactie te laten doen en ze daarvoor een product te geven wat ze goed bevalt, wordt de kans veel groter dat ze daarna ook weer iets bij je gaan kopen. Zeker als je een wat duurder product hebt wat je daarna aan ze wil verkopen. Wat ik je wil laten zien is het videootje wat wij plaatsen nadat iemand iets heeft gekocht. Waar letterlijk Martijn door het kantoor loopt. En eigenlijk het belangrijkste wat hij daarin zegt, is eigenlijk maar één zin die je eruit moet halen. Dus dat scheelt alweer, is gefeliciteerd met je aankoop. Je hebt zojuist een goede keuze gemaakt. En die zin is heel belangrijk. Je hebt zojuist een goede keuze gemaakt. We noemen dat de choice supportive bias. Dus dat je niet alleen heel erg gaat toewerken naar een aankoop. Maar dat zodra mensen iets hebben gekocht, is een psychologisch principe, dat noemen ze buyer's remorse, betekent eigenlijk dat altijd zodra iemand iets heeft gekocht, zodra we betalen, dan hebben we eigenlijk instinctief meteen een klein beetje spijt van die aankoop. Of, beter gezegd, zijn we een beetje zenuwachtig over die aankoop. En op het moment dat iemand op een pagina komt met bedankt voor je bestelling, want je hoort van ons, dan voed je die zenuwachtigheid. Dus dan creëer je eigenlijk een angstige relatie. Terwijl als je letterlijk zegt van je hebt zojuist een goede keuze gemaakt, dan bevestig je mensen dat ze de juiste keuze hebben gemaakt. Dat noemen we de choice supportive bias. En daarmee krijg je dus meer tevreden klanten. Hoort allemaal bij het principe van consistentie. Nou, ik ga hem zo afronden. Het laatste stukje van onze funnel. Wat wij vervolgens doen is nadat mensen een product hebben gekocht, komen ze in een ledenomgeving. Waar ze in eerste instantie werkte het altijd zo dat het een soort van adventskalender was. Dus mensen zagen de vakjes die ze nog niet hadden, zagen ze doorzichtig. En de vakjes die ze wel hadden, konden ze op klikken om toe te voegen, waardoor er een soort van verzameldrift ontstond. Maar wat we uiteindelijk hebben gedaan, is daar een Netflix-model opgezet. Dus een lidmaatschapsmodel. En ook dat hoort weer bij consistentie. Want op het moment dat je een soort van sushi-methode hanteert, dus dat je voor elk product een losse prijs vraagt, dan zul je zien dat je mensen ook meerdere malen pijn doet. Hoeveel te vaker je iemand een product laat kopen, des te meer pijn dat doet. Maar zeg je van we voegen alles samen tot een lidmaatschap, dan betalen mensen eigenlijk maar één keer en de rest wordt automatisch afgeschreven. Vaak van creditcard of incasso. En die zijn minder pijnlijk. We noemen het ook wel een paraceta Mastercard. Met Mastercard betalen doet niet zo'n pijn. Dus Netflix-model. Dus dat zijn we gaan doen. Zijn we gaan opbouwen, hebben we een community aan toegevoegd. Nou, Marco noemde het in zijn verhaal ook. Mensen gaan steeds meer naar gesloten omgevingen toe in plaats van de social media. Zijn wij natuurlijk ook gaan doen. Jullie zitten ook in onze community. Heeft voor ons heel veel gedaan. En we zagen ook dat op het moment dat je daarop overstapt, dus die hele salesmachine heb je staan, je hebt je landingspagina's, alles is geoptimaliseerd, je hebt je klantwaarde verhoogd. Op het moment dat je zegt van we halen dat verdienmodel eruit en we maken er een lidmaatschap van, dus mensen gaan voor een lager bedrag instappen en de bedoeling is dat ze zo lang mogelijk blijven, dan doet dat in eerste instantie doet dat een beetje pijn. Zeker als je net als ons met een 1 euro proefmaand gaat lanceren, waar we begin vorig jaar mee zijn begonnen. Want je ziet dan dat de dagomzet, die is dan niet zoveel. Dat is dan even schrikken. Daar kan je niet echt een bedrijf op runnen. 87 mensen, €211 dagomzet. Maar je ziet op dat moment al van nou, maar als iedereen blijft, dan gaan we al naar €14.000 per maand. Dus ons enige doel is nu niet zozeer nieuwe klanten krijgen, maar de klanten die we hebben, om die zo blij te maken dat ze blijven. En als je dat gaat doorbouwen, daarin door blijft investeren, wij zagen dat we al heel snel naar de €100.000 steady per maand gingen. En dat geeft natuurlijk een garantie voor je bedrijf, want ja, je hebt personeel, je hebt je huur, je hebt je groei.
En voor mij is dit echt het verschil tussen rijk worden en me financieel vrij voelen. Eenmalig rijk worden, dat is leuk, maar het enige wat je daarbij hebt vaak is, als je heel rijk bent, is de angst om het kwijt te raken. Dat is heel iets anders dan je financieel vrij voelen. Maar als je weet van dit gaat steady binnenkomen, en je weet op een gegeven moment ongeveer van hoeveel mensen komen er gemiddeld per maand bij, en hoeveel mensen raken er gemiddeld per maand af, dan kan je gaan voorspellen hoe je bedrijf zich gaat ontwikkelen. En daar wordt je marketing ook veel makkelijker van. Leuk om te zien trouwens, we zijn dat met Huddle gaan doen. Ik heb er net nog even tussen gedaan, omdat Marco zei, we gaan steeds meer naar besloten omgevingen toe. We hebben die trend ook gezien. We zijn 1,5 jaar geleden met Huddle op de markt gekomen waarmee we dit zijn gaan doen. Mensen lidmaatschappen zijn gaan starten. Inmiddels zijn er 454 online, met binnen Nederland al 278.000 gebruikers. Dus er zijn op dit moment 278.000 mensen in het land die lid zijn van één van de bijna 460 Huddles. Nou, dat vind ik echt super gaaf om te zien. Maar samenvattend, mijn verhaal, wat je dan krijgt, is op het moment dat je op zo'n microsite gaat focussen, dan maak je het jezelf veel makkelijker. Dus eigenlijk is het alleen dat stukje. Dat is eigenlijk je business. En niks meer dan dat. En alle andere dingen qua marketing zou je daaraan kunnen toevoegen, al dan niet extern kunnen doen. Als je het voor jezelf heel simpel wil houden, als dat stukje maar klopt, daar begint het eigenlijk. De juiste mensen die binnenkomen, die overgaan tot aanschaf. Dus dan heb je eigenlijk een soort van trechtermodel waar mensen inkomen die jouw funnel in moeten gaan. Wat je vervolgens wil doen, is dat er dan iets gebeurt aan de binnenkant. Dus dat zodra de mensen binnen zijn, dat je dusdanig veel gaat investeren in die mensen, dat je ze dusdanig blij gaat maken, dat er een bepaalde loyaliteit ontstaat en dat er ook eigenlijk een feestje aan de binnenkant ontstaat. Dat is wat wij gaan doen, of wij hebben gedaan bij de community. Zodra je dan een cursus koopt of lid wordt, dan ontstaat er aan de binnenkant ontstaat er een bepaalde magie met community en events en al dat soort dingen, waardoor er uiteindelijk ook weer een stukje fans ontstaat. Misschien ken je het principe van de 1000 true fans. Maar het is een heel interessant artikel. Dat laat zien van als je maar 1000 mensen aan je weet te binden, die jou allemaal gemiddeld 100 euro per jaar betalen voor je diensten, dan zou je in principe nooit meer nieuwe klanten nodig hebben. Misschien zelfs de helft, gaat mezelf om het principe. Maar dat is eigenlijk wat je moet willen. Dus je hoeft helemaal niet de hele markt. Je hoeft helemaal niet alle producten. Je kan heel selectief, heel klein iets doen. En als je dat dan hebt, die 1000 echte fans, dan ga je ook zien dat het andersom gaat werken. Dan komt de marketing van binnenuit. Dus dan gaan mensen die bij jou iets hebben gekocht, die worden dusdanig enthousiast dat ze van klant naar fan, naar ambassadeur gaan, dat ze het woord gaan spreiden en dat het enige wat jij nog hoeft te doen aan marketing in plaats van adverteren en je boodschap te prediken, is dat je simpelweg laat zien wat je al aan het doen bent. Of dat je anderen activeert om te laten zien wat zij bij jouw bedrijf aan het doen zijn. Nou, dan heb je volgens mij dan een heel mooi principe. Samenvattend, be consistent or non-existent. Als je niet consistent bent, nou, in principe is dat de les van het leven. Zodra je niet meer consistenter bent, dan ben je er in principe niet meer. Dus ook in je marketing. Dus wees consistent, bouw dat door, het liefst van zo klein mogelijk, opbouwend. En daarnaast heb ik er nog eentje bij gezet om af te sluiten. Want in dit hele model, we hebben het veel over sales gehad, maar ik vind het wel belangrijk dat laatste stukje over communities, over lidmaatschappen, over fans bouwen. Ik heb heel erg het idee dat als ik naar dit hele model kijk, en dat is wat ik voor alle businesses toepas, dat we echt iets aan het bouwen zijn. En iets aan het bouwen zijn, iets laten groeien, is heel iets anders dan producten verkopen. Dus sales is nodig om zo'n machine te voeden. Maar ik merk heel erg dat zolang er groei is, dat dat instant geluk geeft. Het gaat niet om het bereikt hebben van het eindresultaat. Het gaat erom dat je constant het idee hebt dat je in de groei bent. Al dan niet dat jouw klanten, als je een community hebt, dat die in de groei zijn. Ook daar krijg je iets uit. Ik denk dat succes zonder voldoening het ultieme falen is. En dat is toch wel een belangrijke om daar nog even aan toe te voegen. Dat ondanks dat je misschien nu leert dat je heel erg sales-minded moet gaan denken, dat het wel belangrijk is dat je daar ook snapt dat dat uiteindelijk die voldoening moet gaan geven.